Lieve vriendjes, dit is een gesponsorde video. Hallo vriendjes, welkom bij een hele speciale video. Ik heb wat binnengekregen en dat is namelijk... pakketje. Ik heb een pakketje binnengekregen en niet zomaar een pakketje binnengekregen. We hebben een pakketje binnengekregen van CarPureRide. Wat is CarPureRide? Nou, het is een zaakje en die maken LCD-schermen of terwijl, ja, hoe noem je het? Een soort van, er past geen fatsoenlijke radio in mijn auto, dus nu kan ik hem bovenop mijn dashboard zetten. Dat doen ze nu ook maken voor motoren. En ze hebben aan ons gevraagd, hey, willen jullie dit uitproberen? En het zit hierin. En wij zeiden, ja, is goed, dat willen we wel uitproberen. Dus zodoende hebben ze ons een pakketje opgestuurd. En gaan we kijken wat erin zit. Voor de rest weet ik het gewoon nog niet, maar ik ben wel heel benieuwd. Dus laten we snel uitpakken. Kom op, kom mee, kom mee. Kom mee. Oké, dit is de 603 Plus. Ik weet niet precies wat 603 Plus betekent. Maar ik ben heel benieuwd wat erin zit. Dit voelt alsof ik een boosterbox aan het openmaken ben voor Pokémon. Maar het is niet. Oké. Let's see. Oké. We hebben een scherm. We hebben heel veel kabels. Oh jee. Ik ben monteur, ik zou dit moeten kunnen. Zonder gebruiksaanwijzing. Want daarvoor ben je een monteur. Niet luisteren naar mensen die al weten wat er gedaan moet worden. Zelf doen. Oké. De reden waarom ik deze heb uitgekozen, juist voor op de motor, is omdat ze een hele hoop modelletjes hadden waarvan ik dacht, nou, dit slaat nergens op voor op de motor. Maar er zat er eentje tussen waarvan ik dacht, ja, maar dit kan dus wel heel handig zijn voor mensen. Dus ik wil dit uitproberen, kijken of dit goed werkt. Dat is namelijk deze versie. Deze versie specifiek heeft twee HD-camera's. Woep, numero uno. Numero dos. Twee high definition cameraatjes, eentje voor voor op je motor, eentje voor achter op je motor. Waarmee je dus split screen en zou kunnen kijken wat er voor en achter je gebeurt. Maar dat leidt net eventjes te veel af. Dus je hebt ook een opnamefunctie en hier zit ook ergens, daar zo te zien, zit een SD kaartje in. Die zit hier al bij. En wat we kunnen doen is dat we onze rit kunnen gaan opnemen. En op het moment dat we de rit hebben opgenomen of er gebeurt iets onderweg, dan ja, heb je videomateriaal. Dit fungeert niet alleen als wannabe, ik ben een geweldige radio, maar ook als navigatie, hoe heet zo'n ding? CarPlay. Dit fungeert als complete CarPlay, maar dan voor op de motor. Je kan hem koppelen met je telefoon, je kan hem koppelen met je helm en je speakers in je helm, waardoor je dus vanaf je telefoon hier iets kan aanwijzen en kan aanklikken en dan vervolgens hoor je dat in je helm en dan heb je allemaal vet coole snufjes voor op je motor. Goed. Super vet. In theorie. Maar het moet wel op een motor. Gelukkig heb ik daar een motor voor. We gaan hem niet op de R7 zetten. Dat zou een beetje raar zijn. Maar ik heb één motor waar ik altijd mee toer en altijd mee rijden. Waarvan ik denk van, oh, het zou inderdaad wel handig zijn om zo'n schermpje te hebben. Maar het zit er niet op. Dus die ga ik halen. Oei. Easy. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you de confetti motor. Want iemand heeft er papier overheen gegooid. Nou goed, dit is de hele grote motor. En hier komt zometeen een enorm reuzenscherm. Hoe groot? 6,3 inch scherm. Trouwens, voor alle mensen, als jullie nog niet dachten van... Hey, maar waarom zegt hij zoveel over dit ding? Het is een gesponsorde video, dus dan moeten we zeggen dat het gesponsord wordt, zeg maar. We zijn gesponsord. Dus een gesponsorde video is dit. Ik vind het best nog wel een beschaafd schermpje, moet ik zeggen. Misschien is dat anders als hij helemaal op de motor zit. Maar voor nu ziet hij er nog niet zo gigantisch uit eigenlijk. Ik had verwacht dat hij groter zou zijn. Maar het valt best wel mee. Het is best wel oké. Qua formaat is het wel oké. Oh, dit wordt echt heel erg simpel. Oké, mijn idee is om zo meteen de min op de min te zetten van de accu. En de plus op de geschakelde plus. Alleen ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is. Maar ik denk het wel. Maar ik weet het niet zeker. Want het kan wel. Maar het hoeft niet. Eigenlijk weet ik nog niet zo goed. Laten we maar gewoon wat proberen. Laten we dingen er vanaf slopen. En laten we kijken hoe dit gaat werken. Oh, 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 oh.
Ik weet niet waar dit voor is. Waarom, hoe, waarom zit dit erbij? Maar, oh, ja. Oké, toch maar even lezen. Ik weet wat we moeten doen. Stap 1. Doe iets met rubber en dan vervolgens zet je het op de... Oké, nou prima. Dat kunnen we. Die en dan die. En één rubber zou 25,4 moeten zijn. Is dit 25,4 of is dit 22,2? 22,2. Oh nee, wacht. Dit is 28, dat is 25,4. Zo, dan nog twee hierop. En dan, eerste poging, gaat dat passen? Easy. Nou, wat ik al merk, is dat dit niet heel lekker in elkaar past. Als het helemaal zit, dan zal het vet goed zitten waarschijnlijk. Maar deze dingetjes passen allemaal precies op één manier in elkaar. Behalve dan dat het niet lekker in elkaar klikt, waardoor het weer uit elkaar valt. Maar goed, oké. Kleinigheidje hou je. Iets voorzichtiger deze keer. Tada. Dit zou je in je eentje moeten kunnen doen. Die heb ik wel nodig. Huppatee, boutje krijg je erbij, maar geen ringetjes. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Je zou het allemaal moeten kunnen doen met spullen die zij aanleveren. Dus ik ga dit gewoon proberen. Kijken of dit... Nieuwe gereedschapscar. Hey, zij wilde dat ik dit ging reviewen. Dan ga ik dit ook... Mijn review ook. Was wel zo. Ik wil die een beetje naar voren hebben, zodat ik nooit meer bij mijn contactslot kan. Eigenlijk weet ik nog niet zo goed. Ja. Kijk, rear, channel 2. Kijk, dit is al makkelijk. Dan moet dit zijn front, channel 1. Dat klopt. Nu moeten we alleen kijken waar we deze plaatsen. En dit snap ik niet zo goed. Oké, dit kan nog een beetje draaien. Het zit al een soort van helemaal ingedraaid. Even kijken. Het zit niet verkeerd vast, zo moet ik zeggen. Helemaal niet slecht eigenlijk. Nu alleen de vraag waar we hem gaan plakken. Er zit een soort van imitatie, 3M zit erop. Nou, weet je wat? Laten we gewoon straks kijken. Sorry, maar dat inbussleuteltje wat erbij zit is echt trash. Dat gaan we niet doen. Ik heb het geprobeerd. Hij is niet lang genoeg. Ik pak gewoon mijn eigen spulletjes. Dat werkt een stuk beter. Oké, we hebben een scherm. En we hebben een afstandsbediening. Waarmee je dus zou moeten kunnen bellen naar home en navigatie instellen. Daar gaan we vanzelf wel achter komen. Oké, die gaan we zo aansluiten. Ik kan het uiteindelijk allemaal netjes wegwerken, maar ik wil gewoon weten hoe die werkt. Die erop. Positive power. Aha! Oké, altijd eerste plus. Dit zijn geen hele stevige haakjes, moet ik zeggen. Geen hele stevige contactjes. Maar goed, dan is dit het idee. Als ik een knop indruk, dan zou die aan moeten gaan. Ga ze aan. Ah! Oh! Oké, dat was het dus. Ik heb niet goed op het blaadje gekeken. Ik dacht dat het rode en het gele draadje... Ja, maar baas, ik dacht dat het gele en het rode draadje aan elkaar moesten. Maar ik had per ongeluk het blauwe draadje met het rode draadje en toen zei alles boom. Oké, wat hebben we? In ieder geval nog geen camera's, want die liggen hier nog. Front channel 1. Nou, oké. Dit is best leuk. Oh, nu staat hij op rear. Oké. Hallo vriendjes. Nu ben ik hier. En nu ben ik daar. En weer hier en weer daar. Hoe kan dat, zou je zeggen? Nou. Jill. Kun je laten zien wat ik aan het doen ben? Oké, het aansluiten is dus eigenlijk echt vet makkelijk. Stelt geen drol voor. We kunnen opnemen, we kunnen screenlocken, we kunnen foto maken, we kunnen terug naar huis, we kunnen verbinden met de wifi of met bluetooth en we kunnen praten. Nice, dus je kan met je telefoon, ja inderdaad, wat we al zeiden, kun je met je telefoon connecten
naar je CarPureRide en je kan met je telefoon connecten naar je Sena en je kan vanaf de CarPureRide ook connecten met je Sena. Ik heb allemaal losse draadjes nu overal. Dit is helemaal niet hoe het had gemoeten, maar we doen het hier op de jigst manier. Hallo? Oké. Dit zijn de camera's, dus laten we gaan kijken. En voor de rest is het echt allemaal plug and play. Kijk, wat we wel gaan doen natuurlijk zo meteen. Dit mag je helemaal niet doen als die aanstaat waarschijnlijk, maar dat gaan we toch doen. Want ze wilden dat we gingen testen, dan gaan we ook testen, verdomme. Oké, dit is de camerakabel. En het is letterlijk gewoon een stekkertje in elkaar pluggen. Boep, aandraaien, that's it. Dan hebben we een camera. Maar dit gaat oxideren. Dus we doen er een klein beetje siliconenspray tussen. Is hij gelijk minder vatbaar voor weer. Gaan we trouwens bij de rest ook eventjes doen. Maar waarom ik alleen de frontcamera tot nu toe gedaan heb, is omdat ik wil kijken hoe ver, hoe wijd het beeld eigenlijk is. Dan hebben we meer een indicatie waar we de camera kunnen gaan ophangen. Maar als het goed is, kunnen jullie mij nu gewoon zien. Nou, dit is best wel een hoop beeld eigenlijk. En als je ziet waar de camera nu zit. Hij zit aan die kant. Hier zien we niet eens iets. Cameraatje expres helemaal ver aan de zijkant geplakt om te kijken hoe het gaat. En hij ziet de kast vanaf daar. Hallo, daar ben ik ook! Daar en daar en daar en daar en daar en daar. Dus we hebben best wel een redelijk breed bereik. Nou moeten we hem 72 uur laten drogen. Dat gaan we dus niet doen. Want wij zijn bij Jixt en wij gaan hem testen tot de max. Best een goed plakketje. Mooi, nou hebben we nog een cameraatje voor de achterkant. Ja, die kunnen we veel makkelijker verstoppen dan de voorkant. Maar die moet wel eventjes hier tussendoor. Hier tussendoor. Nee. Ga ik die ook even vastmaken. Tenminste, even vastmaken. Ga ik die ook vastmaken. Maar dat hoeven jullie niet allemaal te zien. Want we hebben echt al lang genoeg gefilmd over hoe dit allemaal in elkaar zit. Ik laat jullie zo meteen het eindresultaat zien. Of nu, of morgen. Dat is voor jullie in ieder geval over 1 seconde. Komt-ie. Nou, het is zover. Vandaag is de nieuwe dag. Vandaag is het morgen. Hallo. ik ben hier. Ik ga kijken of ik de CarPureRide aan de praat krijg met mijn Sena setje. Die ik, nou, dat kun je niet zien. Die ik netjes op mijn helm heb zitten aan de zijkant. Daar zo. Ik heb een mooi Sena setje en ik heb mijn Sena app. En we gaan eens even kijken of we het voor elkaar krijgen om de Sena aan te sluiten via de telefoon op de CarPureRide. Please use the cell phone to connect the Bluetooth headset. Oké. Kan maximaal drie telefoonnummers opstaan? Nee. We maken nu verbinding met de CarPureRide. Oh, misschien gaat het makkelijker als we deze beëindigen. Maak verbinding met CarPureRide. Wifi video. Oh, vet. Oké. Goed, ik dacht dus dat ik geconnect moest zijn met CarPureRide. Alleen ik ben dus al geconnect met CarPureRide via Android Auto. Dus ik kan nu mijn muziek pauzeren. Nice. En inderdaad, Android Auto is gekoppeld. Nice. Dus alles wat ik nu hier doe op dit scherm, doe ik eigenlijk op mijn telefoon automatisch. Goed, dit is ook makkelijker dan ik dacht. Veel makkelijker dan dat ik dacht. Dus ik heb weer te moeilijk nagedacht over dingen. We hebben onze twee camera's, waarvan de achteruitrijcamera een beetje scheef staat. Dus kijken of we die iets rechter krijgen nog. Of zouden die zich automatisch aanpassen naar hoe die sowieso staat op het moment dat je hem aanzet. Even zien. CarPureRide. Poep. En ja, voor de mensen, ik ga zo meteen dingetje ervan afhalen. Dus wat hebben we zitten op de CarPureRide? We hebben twee camera's. Eentje voor en eentje achter. Die ik zo zal laten zien hoe we dat gemonteerd hebben. Het zijn twee HD camera's, dus 1080p. En het beeld is echt op dit schermpje al goed te zien. Het is leuk, leuk om te hebben als extraatje, maar ook, en dat is waarom we deze gekozen hebben, deze versie, speciaal voor motorrijders, ook nog eens een keertje een stukje veiligheid. Want op het moment dat er iets mocht gebeuren, een auto is constant aan het plakken of iemand maakt rare manoeuvres of je wordt aangereden of wat dan ook, heb je in ieder geval beeldmateriaal, niet alleen vanaf de voorkant,
Hè, zoals dat wij hebben met de GoPro. Maar ook nog eens een keertje vanaf de achterkant. Mocht iemand je van achteraan rijden, dan weet je in ieder geval wat er gebeurd is. Kijk, we willen het sowieso niet. Maar we weten nou eenmaal dat dit soort dingen gebeuren. Op het moment dat we op start drukken, beginnen we gelijk met recorden. Dat doen we nog even niet, want we gaan zo meteen wegrijden. Maar dit is voor veiligheid van motorrijders, helemaal als je in het dagelijks verkeer rijdt, onwijs handig om te hebben. Het schermpje zelf is best wel groot. Het is een 6,3 inch scherm. Als je nou denkt, hoe groot is precies 6,3 inch? Nou, dat zou ik je zeggen. De gemiddelde lengte van een mannelijks geslachtdeel over de wereld is 6 inch. Dus de carpuurheid is groter. Never mind, jullie snappen wat ik bedoel. Het is een groot scherm. Het is groot genoeg om netjes alles te kunnen zien wat je wil zien. In ieder geval in mijn ogen, het is heel overzichtelijk gemaakt. We hebben Apple CarPlay, die werkt voor Apple. We hebben Android Auto, die werkt voor Android. Zo simpel is het. Maar dit systeem werkt dus voor zowel Apple als Android. En dat is wel heel chill. Wifi video's, dit is eventueel voor de video's die er hier gemaakt worden. Daar hebben we nu nog eventjes niks aan. Dan hebben we de audio. En dit is het driehoekje wat we net gedaan hebben. We connecten met de CarPureide en we kunnen het geluid horen van de CarPureide via de Sena of rechtstreeks vanaf de Sena. Die twee zijn gekoppeld en die is enkel gekoppeld. Dus we kunnen met de Sena niet de CarPureide besturen, maar via de CarPureide wel een deel van de Sena. En dan hebben we hier nog de settings. Kunnen we de brightness mee afstellen. Kijken hoe donker of hoe licht hij wordt. Auto mode kan aan, dat wil ik wel. En dan doen we cancel. Nou ja, dat betekent niet cancel, maar dat betekent nu oké. Clear connections. Ja, hebben we niks aan nu. Touch mode. Rainwater mode. Oké, dus in de regen zou je ook nog een touchscreen moeten hebben. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dat gaan we zo meteen even testen. Het is niet dat het nu regent, maar we kunnen wel ergens water vandaan halen. Camera front kun je instellen hoe goed je hem wil hebben. Tot aan 1080p. En hetzelfde geldt voor... en dan wordt voor en achter wordt gelijk geconverteerd. Record resolution wil ik ook op HD hebben, want het is wel mooi voor de video. Split time, 5 minuten, prima. Microfoontje staat aan. Oké. En dan het systeem kun je dan de verschillende talen erin zetten die je zou willen. Er is alleen geen Nederlands, maar er is wel Engels. En dat is begrijpelijk, want het is geen Nederlands ding. Het is een Chinees ding. Alleen wel een Chinees ding van... Goede kwaliteit. Dit is de opslag die we nog hebben. Dat is leuk, want er zit dus standaard een 64 gig kaartje in. Die je complete rit kan opnemen. En mocht het nou zo zijn dat je SD-kaart vol zit. Maar je hebt niks aan al het materiaal wat hierop staat. Op het moment dat je SD-kaart helemaal vol zit. Dan is dat geen probleem. Want dan begint namelijk de SD-kaart van vooraf aan weer opnieuw op te nemen. Dus ik zeg maar. Je hebt voor 64 gig aan dingen geschoten en vervolgens staat alles vol. Maar je hoeft het eigenlijk niet te gebruiken en je wil ook het kaartje niet leeghalen. Dat is niet erg, want de CarPureide begint gewoon automatisch weer van vooraf aan met je oude files wissen en nieuwe files eroverheen opnemen. Dus je hoeft je geen zorgen te maken dat die ooit een keertje vol raakt. Dat gebeurt namelijk nooit. Op het moment dat de SD-kaart vol is, neemt hij er gewoon overheen op. Net zolang totdat er wel iets gebeurt wat je wil gebruiken. En dan kun je dat ervan afhalen. Factory reset hoeven we niet te doen. Filmwire version maakt ons helemaal niks uit. We willen niet 1080p zo te zien. Camera voorwaarts. 1080n. Kijk, huppatee, daar is hij weer. En we zien nu gelijk dat er een auto achter ons komt staan. Oké, wat ook nog relax is, is dat we hier een afstandsbediening hebben. Waarmee we door een aantal menu's heen kunnen scrollen. We kunnen weer terug naar het menu. We kunnen dan vervolgens naar, in mijn geval, Waze en muziek. We kunnen mensen bellen. We kunnen foto's nemen van het moment dat dingen gebeuren. Op het moment dat ik nou gebeld word, druk ik op de middelste knop. En dan vervolgens wordt er gelijk opgenomen. En hiermee kunnen we de camera's bezichtigen. Oké, vet. Dit is allemaal de eerste keer dat ik dit uitvind. Relax is wel dat we gelijk ook zien hoe vol de batterij nog is. We zitten nu op 14,1 volt, want de motor staat aan. En dat was hem wel zo ongeveer. We gaan testen voor het echi. En wij zouden jigs niet zijn als we niet serieus de CarPureide een goed rondje gaan testen. Ik heb een achteruitrijcamera, ik heb een vooruitrijcamera. Alles staat op te nemen. Ik zeg let's go.
Ik heb een lekkere tweecilinder, dus mijn motor is niet zo super rustig. Ik heb best wel een trillerige motor. En ik ben heel benieuwd hoe dat zo meteen aan beeldmateriaal terug te zien is. En of het überhaupt terug te zien is in het beeldmateriaal van de CarPureIT. Hoe is de mount? Blijft het allemaal een beetje goed vastzitten? We gaan het allemaal testen. Kijken of het beeld netjes is of niet. Blijft het goed zitten? Is het schokbestendig? Wat kunnen we er allemaal mee doen? En hoe mooi zijn de beelden zometeen? Want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Kijk, natuurlijk, het is geen 4K 60 frames. Het is geen 2,7K 120 frames. Het is een vol HD, of een HD, dus 1080p 60 frames camera. Of het zijn er eigenlijk twee. Dus we hoeven niet het allerbeste beeldmateriaal ter wereld ooit te verwachten. Maar dat is ergens ook helemaal niet nodig. Want de gemiddelde rijder, en zelfs op het moment dat je zegt van joh, ik wil eens een keertje iets gaan proberen aan video's maken, motorvideo's, maar ik weet niet precies hoe. En ik heb geen geld over voor een Insta 360, dikke GoPro's, etcetera, etcetera. Hallo! Zou dit een mooi alternatief kunnen bieden? Redelijk goedkoop alternatief kunnen bieden voor hetgene wat je wil laten zien. En nogmaals, ik bedruk een beetje de veiligheid op het moment dat je twee camera's, eentje voor en eentje achterop hebt zitten. Ik denk dat het daar veiliger van wordt. Ik beloof niks, maar ik denk dat het er veiliger van wordt. Kijk, touchscreen doet het nog een soort van semi met mijn enorme grote handen en dikke vingers. Daar ben ik ook blij mee. Hey, scooter. Jij mag daar helemaal niet rijden. Dan zetten we een wezen aan. Ik heb alleen op een of andere manier mijn Waze op Engels staan. Oké, hoe gaan we nu instellen waar we heen moeten? Bloep. Nou, dit is geen Nederlands. En dit is ook geen Engels. Zwanenburger. Zwanenburgerdijk. Oké, dit is wel een beetje raar, want niet alles vormt naar het Nederlands of het Engels toe. Dus ik moest een beetje uitzoeken hoe of wat. Huppatee. Dubbel scherm. Maar, kan ik nou ook weer terug? Oké, ik kan wel mijn muziek uitkiezen. Oké. Hier kan ik allemaal muziek uitzoeken. En zie je, zelfs met mijn hele dikke vingers pakt hij hem nog best wel goed, moet ik zeggen. We hebben muziek. We hebben GPS. We hebben twee cameraatjes lopend. Ik ben heel benieuwd. Mooi, dus nou staat de Waze aan. En hier heb ik mijn cameraatjes. Ik ben best wel onder de indruk. Ik had niet verwacht dat dit product zo goed was. Ik had echt verwacht dat ik het zou afkraken en dat ik het kapot zou gaan maken. Maar het enige... Ik heb een paar kleine nadeeltjes gevonden. Eén daarvan is dat ik de bekabeling heel erg dun vind. Ik ben heel benieuwd hoe lang dat goed blijft gaan. Helemaal als je een 1-cilinder of een 2-cilinder rijdt, omdat het natuurlijk wat meer vibraties oplevert. Aan de andere kant, zolang het soepel blijft, kan er eigenlijk niet heel veel gebeuren. Dat is een nadeel. Dus de bekabeling had van mij betreft net even wat beter gekund. Ik denk dat dat ook kwaliteit ten goede komt. Maar voor de rest reageert hij eigenlijk hartstikke goed. En heb ik tot nu toe nog niks te zeuren. Het blijft allemaal goed zitten. De mount is strak en stevig. De camera's doen hun werk. Eens kijken of ze het een beetje volhouden ook op hogere snelheid. Ja, hier op het beeld begint het wel wat waziger te worden. Ik weet niet hoe dat is zometeen als we echt de beelden hiervan op de computer zetten en dan aan jullie laten zien op vol scherm. Ik weet niet hoe dat gaat. Maar hier merk je wel, het wordt ietsjes waziger. Maar niet slecht. Het wordt niet slecht. Het wordt iets waziger. De camera's kunnen het misschien niet zo goed bijhouden. Of misschien niet eens de camera's, maar het apparaatje zelf. Ja, dus los van de bekabeling heb ik eigenlijk... Of de kwaliteit van de kabels, nog niet eens de bekabeling zelf, want dat is super makkelijk. Maar los van de kwaliteit van de kabels heb ik nog helemaal niks kunnen vinden waarvan ik denk, nou, dit is echt, dit valt tegen, dit is te moeilijk, dit kan niet, dit gaat niet, dit is kwet. Nee.
Nee, heb ik totaal niet. Dus wij gaan nog even naar Zwanenburg toe. Dat is vanaf nu nog... Dat is vanaf nu nog 14 minuten rijden. Jullie krijgen wat mooie beelden te zien van de motor zelf, die we hebben opgenomen. Daarna ga ik eens vragen aan de echte motorkenners, aan Ries en aan Jur, wat ze hier nou van vinden en wat voor prijzen in gedachten zouden hebben voor zo'n apparaatje. Oh ja, ik heb nog een puntje gevonden. Want, namelijk, deze mount is super stevig en het gaat helemaal nergens heen. Maar hij gaat ook daadwerkelijk nooit ergens heen. Want hij zit namelijk vast op de motor. Dus we hebben wel een draaibare steun. Maar het display zelf is niet afneembaar. Dus je kan niet een gedeelte hiervan afhalen. Hij blijft voor altijd op de motor zitten. Of je moet alle bekabeling losschroeven en hem er dan van afhalen. Maar ja, niemand die dat gaat doen. En mijn bekabeling zit hier tussen. Nou, in theorie zou ik daarbij kunnen. Maar ik heb ook nog een stukje hier weggewerkt. Het is niet ideaal. Ik zou het niet aanraden. Maar omdat ze juist met dit scherm zeggen, hij is waterdicht en niet alleen spatwaterdicht, maar hij kan tegen alle weersomstandigheden. Oké, we will see. Ik laat hem er lekker op zitten. Ik ga hier voorlopig ook gewoon mee rijden. Door weer en wind. Mocht ik iets tegenkomen waarvan ik denk, hé, maar dit klopt niet, dan laat ik het sowieso horen. Dus dat is nog een nadeeltje. Wil je hem er vanaf hebben? Ja, dat kan niet. Zit er vast op. Nou, spotverdorie, een mooi schermpje dit. Oh jeetje, er staat de bus stil. Op de Zuid-Angent, op de meest belangrijke route van Nederland ooit. Nou, weet ik niet eigenlijk. Denk het niet. Laat me nog even zien hoe cool ik ben. Waarom? Waarom in godsnaam? Het zijn wel goede dingetjes om te uploaden. Miep, miep, miep. Gisteren was het een heel stuk beter. Het is best wel een beetje een grauwe dag vandaag. Een hele grauwe dag. Maar even recapitulé. Ik wilde eigenlijk al best wel graag zo'n systeempje hebben. Ik had alleen geen Garmin geld ervoor over. En ik had geen TomTom geld ervoor over. En welke andere dingen je dan nog maar hebt. En toen deze jongens ons vroegen voor een samenwerking, had ik zoiets van, ja, nou ja, weet je wat? Waarom ook niet? Het is wel iets waarvan ik vind dat het echt super handig is. Helemaal omdat ik regelmatig het hele land door moet rijden. En op het moment dat ik alleen op de telefoon en op mijn Sena de navigatie aan heb staan, dan kan ik lang niet altijd verstaan wat er nou eigenlijk gezegd wordt of wat ik moet doen. Dus ik ben hier heel blij mee. De camera's blijven zitten, het scherm blijft ook zitten. Oké, prima. De jongens wilden wat, dan krijgen ze dat ook. Oké, de camera's blijven in ieder geval goed vastzitten, dus dat is fijn. Dat betekent dat het Chinese tape zijn werk doet. We zijn er bijna en nu komt de echte uitdaging voor onze carburite. Wat zal Jur ervan vinden? En wat zal hij de waarde inschatten? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat zou zo'n ding nou volgens hem moeten gaan kosten om een leuk prijsje te zijn? En dat is ook een leuke vraag aan jullie, voordat ik onthul wat dit nou eigenlijk moet kosten. Wat zou jij hiervoor willen uitgeven? Laat even weten beneden. Wat zou jij hiervoor willen uitgeven? Waarvan denk je, oké, als het zo of zoveel kost, dan vind ik het goed te doen. Hallo, ik heb een goodie. Wil je het zien? Kijk wat ik heb. Ja, voor een cameraatje en achter een cameraatje die ik iets minder netjes heb weggewerkt, maar... Nou ja, hier zit een kabeltje. Maar dit was voor nu. Ik heb dashcams voor en achter. Maar hier kan ik dus alles mee wat ik ook op mijn telefoon kan. Of bijna alles wat ik ook op mijn telefoon kan, zeg maar. Nou ja, dat was dus inderdaad de vraag. Want wat denk je dat dat kost? Zo'n systeem. Of wat zou je over hebben voor zo'n systeem? Ja, ik denk wel dat het ergens rond 300 euro of zo zou kosten. Ja, klopt.
Deze kost geloof ik uit mijn hoofd €309, geloof ik. Zonder korting. Of er gebeurt iets voor in het verkeer en er wordt iemand hartstikke pissig op je omdat hij je afsnijdt of weet ik veel wat. Staat allemaal op camera. Nou, het is tijd voor de watertest. Het is avond ondertussen. Gaan kijken hoe waterdicht die is en kijken of de camera's het een beetje volhouden. Ik ben benieuwd. Een wasprogramma. Oké. Okay. Oké, het water loopt er echt gewoon vanaf, instant. Dit is wel echt, oké. Ik dacht ik ga dat ding even vol spuiten met water, maar dat gaat hem dus niet worden. Oké. Dit doet het allemaal gewoon. Oké, je zou hem nu gewoon moeten kunnen bedienen. Holy shit. Nou, het is inderdaad waar. Zelfs als er water op zit of in de regen of wat dan ook, reageert hij nog steeds. Ik geef het 9 van de 10 seurons. Dat is gek natuurlijk. Ik ga verder afspuiten. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug, want we hebben een onwijs mooie actie voor jullie. Tot zo. Ik heb een mooie update voor jullie. We zijn klaar met wassen en het beeld gaat uit. En toen ging het beeld weer aan en toen ging het beeld weer uit. En als we hem nu proberen aan te zetten, doet hij niks meer. Dus toen hebben we even gekeken, wat gebeurt er nou als we de stroom eraf halen? Min los, dan hebben we geen stroomtoevoer meer, tenminste geen doorloop meer. Hier er weer netjes in en vast gaat het schermpje weer aan. Ik denk, wow, het scherm is weer aan. En dan vervolgens gaat het scherm weer uit. Dus ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ik gok dat het te maken heeft met de afstandsbediening die erop zit. Dat die een storing geeft. Want deze kan wel ontzettend mooi waterdicht zijn. Maar zo te zien en te zien aan de hoeveelheid water die er uit de afstandsbediening komt. Is die niet waterdicht? En dat is toch wel heel erg onhandig voor iets dat je niet van je motor af kan halen als je hem gaat schoonmaken. Dus 0 van de 10 seurons. Voor de afstandsbediening. Hier moet je een fatsoenlijk plekje voor bedenken. Of je moet nooit in de regen rijden. Of je motor nooit schoonmaken. Dit is wel echt. Ga kijken of hij het morgen beter doet. Ik heb hem al eventjes schoongespoten. Kan ook gewoon zijn dat hij het zometeen wel weer fatsoenlijk doet. Als het water ertussen vandaan is. Maar nee. Dit is een dikke nee voor mij. Op het moment dat je je motor gaat schoonmaken. En dan vervolgens doet hij het niet meer. Dat is wel zeg maar een dingetje. Dus het scherm. Super mooi waterdicht. Afstandsbediening. Super mooi watervasthoudend. Denk ik dat het is. Want er gaat wel fatsoenlijk aan en uit. En voor de rest zie ik er geen gekke dingen aan of wat dan ook. Niks raars op het schermpje. Dus ik denk echt dat er een storing zit in de afstandsbediening zelf. Dus ja, is het goed? Soms. In de meeste omstandigheden wel, maar dit is wel echt een dingetje waarvan ik zeg, dit is wel... Maar goed, als je nou zegt, ik wil toch een hele hoop geld betalen voor een ding wat het niet doet nadat ik hem gewassen heb. Dat is prima, ga lekker je gang. Hier beneden hebben wij een kortingscode staan. De kortingcode JillJixt. Daarmee krijgen jullie 30% korting op zo'n apparaatje die het doet, zolang het niet heel nat is. Kijk maar wat je ermee doet. Kijk even op hun website. Kijk maar even of het wat is voor je. Voor mij is het nu een... dit is leuk geprobeerd, maar ze zijn er nog niet helemaal. We zien jullie in de volgende video. Dag vriendjes! 2 Ik kan alleen Jur bellen. Ik kan er Jur mee bellen. Nee hoor, ik kan iedereen bellen die ik wil. Bel Jill. Jill. Oké. Hey, dit werkt. Het is Stijn. Hallo. Hallo, waar ben jij? Sta je achter me? Oh! Nou ja. Kan jij nu ophangen dan? Kan ik nu ophangen? Ja, zeker. Boop. Oh, dat is echt chill. Oh. Oké, dit is wel weer makkelijk.
moet hij het wel doen? I don't know, ik vind het lastig. Ik vond het zo'n goed product. Trouwens, hé, wat vinden jullie van mijn haar? Ik vond het zo'n goed product. En toen deed hij het niet meer. En nu doet hij het wel weer. Dat is echt een kwestie van de afstandsbediening. Lastig. Ik vind het lastig. Maak je eigen beslissing maar. Ik kan niet kiezen voor jullie. Het is een goed product. De afstandsbediening is ruk. En voor de rest is het eigenlijk top. Heeft het alles wat hij nodig heeft en meer. Dus ja, nogmaals. Kortingscode hier beneden. Kijk eventjes. Kijk maar wat je doet. Zoek het lekker uit!